President Desi Bouterse heeft meer tijd nodig om zich samen met de regering te buigen over een gezamenlijke verklaring met de inheemsen van Suriname. Deze verklaring moet het grondenrechtenvraagstuk helpen oplossen. Het staatshoofd heeft daarom het document niet getekend. De punten die opgenomen zijn in de overeenkomst moeten eerst goedgekeurd worden door het regeerteam alvorens Bouterse kan overgaan tot de ondertekening van dit stuk. Als de verklaring niet heeft getekend, is de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden zeer tevreden over de gang van zaken. Tijdens een bijeenkomst die vandaag gehouden is in de congreszaal, heeft Leslie Artis, voorzitter van de FITS, benadrukt dat een belangrijke stap is gezet naar de oplossing van het grondenrechtenvraagstuk. De FITS heeft vandaag wel een intentieverklaring getekend met Edgar Dikan, minister van Regionale Ontwikkeling. Hij is ook voorzitter van de presidentiële commissie in zaken de rechten van inheemsen en tribale volkeren in Suriname. Zowel Artis als Dikan noemen deze ondertekening een mijlpaal. Het is een eer en genoegen om u vandaag te mogen toespreken bij deze historische gelegenheid. Vandaag zullen we na maandenlang hard werken in commissieverband de resultaten hiervan aan de president van Suriname aanbieden, namelijk een gezamenlijke verklaring en een bijbehorend stappenplan. We hadden eigenlijk verwacht en gehoopt dat deze documenten vandaag direct goedgekeurd en ondertekend zouden worden, maar er is de vraag om de regering meer tijd te bieden om zich erover te buigen. Per wi ala sa musu poti wi krim verstaan na fisi. Wo tak fura na makana en wo arki onze refi. Boom ook toe. Het komt erop neer dat wetten en regels die in dit kader gemaakt zullen worden, afspraken zullen zijn die wij als Surinaams volk met elkaar gaan maken. Met betrekking tot het landgebruik en of omstandsvormen met elkaar. President Desi Bouterse is ook zeer ingenomen met het tot nu toe bereikte resultaat. Het staatshoofd begrijpt dat velen de overeenkomst getekend willen hebben, maar dit is volgens hem niet zo gemakkelijk. Er is hard gewerkt en daarom wil ik een heel hard applaus hebben voor de commissie. Er is verschrikkelijk hard gewerkt. Maar ook bij het werken worden er fouten gemaakt. Voorzitter, dat had ik vandaag echt getekend. Maar u begrijpt wel, ik kan het ook niet maken om een document hier te tekenen namens de regering. En de VP weet het niet, de minister van Justitie weet het niet, en de minister van RV weet het niet, enzovoort. Dat zijn de kleine dingen. Dus moet je dat door je doen. En daarom ben ik blij dat u vandaag vroeg in de antichambre vast aan de doen, zo snel als mogelijk. Want het is een hele serieuze zaak. Het is vanaf Bouterse 1, ik ben opgeroepen bij Bouterse 2. De partners waarmee we werken in de coalitie zijn ervan overtuigd en weten wat het staat in het regeringsakkoord. En we kunnen niet maken na een tweede keer Bouterse 2 om dit niet van de grond te krijgen. President Desi Bouterse vandaag in de congreszaal. Het staatshoofd is nog niet gereed om de gezamenlijke verklaring met de inheemsen van Suriname te tekenen.